Nu we iets meer weten over hoe het in de middeleeuwen aan toe ging, is het wel leuk om te kijken welke elementen van die middeleeuwse cultuur nou precies in de middeleeuwse literatuur terecht zijn gekomen. Nou, om te beginnen gaan we eens kijken naar Karel en Elegast. Ik zal eerst een korte samenvatting van het verhaal geven en daarna bespreek ik de belangrijkste kenmerken. Karel en Elegast gaat over Karel de Grote. Hij ligt in zijn kasteel te slapen in Ingelheim, dat is in Duitsland. Het is de avond voor de hofdag, dus het moment waarop alle edelen naar zijn kasteel komen en waarop hij recht kan spreken en waarop die edelen moeten laten zien dat ze trouw zijn aan de koning. Karel ligt te slapen en hij wordt 's nachts gewekt door een engel. Die heeft een beetje een vreemde boodschap voor hem. Die engel zegt namelijk, ja, ik kom van God en God heeft jou gevraagd om vannacht uit steden te gaan. Nou, Karel denkt dat die engel natuurlijk gek is, want Karel is een beetje de machtigste man op aarde op dat moment. Dus die gaat weer slapen. De engel komt een tweede keer en ook dan gelooft Karel hem niet, maar een derde keer, ja, dan moet het wel een goddelijk teken zijn. Dus Karel, nog steeds een beetje bang, die trekt zijn harnas aan en sluipt het kasteel uit. Dan komt hij in een bos terecht. Zijn paard aan het rijden trouwens. Dan komt hij in een bos terecht. En terwijl hij door het bos rijdt, moet hij denken aan een vroegere leenman van hem. Namelijk Elegast. Die Elegast die heeft ooit iets fout gedaan. Een klein misdaadje. Maar Karel de Grote die wilde een voorbeeld stellen. En die heeft Elegast verbannen. Hij heeft zijn bezittingen afgepakt. En ja, daar moet Karel nu eigenlijk aan denken. Hij bidt tot God, want hij voelt zich niet helemaal veilig in dat enge, donkere bos. En hij verzucht dat hij op dit moment eigenlijk wel een goede vriend of een dappere ridder als Elegast zou kunnen gebruiken. Nou, nauwelijks heeft hij die gedachte aan God uitgesproken, of hij komt in het bos een ridder tegen. Nou, die twee ridders die rijden langs elkaar, dus Karel en de mysterieuze zwarte ridder. Ze weigeren allebei aan elkaar te vertellen hoe ze heten. Nou, er ontstaat een gevecht en Karel de Grote die wint dat gevecht uiteindelijk, waarop Elegast zich bekend maakt. Hij zegt dus, ik ben Elegast. En Karel is natuurlijk hartstikke blij. Maar tegelijkertijd realiseert hij zich dat hij Karel de Grote midden in de nacht in het bos een beetje een raar verhaal heeft over, over die diefstal. Dus hij vertelt dat hij iemand anders is. Hij zegt, ik ben Adelbrecht. En hij doet wel alsof hij wel een echte inbreker is. Dus hij begint een beetje stoer te praten tegen Elegast. En hij zegt van, goh, zullen we nog eens een leuk kasteel beroven? Ik weet wel een leuk kasteel, bedenkt hij zich, want hij wil ook gauw thuis zijn. En hij stelt aan Elegast voor om bij Karel de Grote in te breken, bij zichzelf dus. En dan doet Elegast iets verrassends, want die weigert dat pertinent. Waarom dan, wil Karel de Grote weten? En dan zegt hij van ja, ik heb ooit trouw gezworen aan Karel de Grote en hij is en hij blijft mijn vorst, ook al heeft hij me nog zoveel onrecht aangedaan. Nou, Karel de Grote is natuurlijk heel erg onder de indruk van dit trouwgedrag van Elegast. En hij vraagt aan Elegast van, weet je dan misschien een ander adresje waar we zouden kunnen inbreken? Nou, dat weet Elegast en hij stelt voor om te gaan inbreken bij Eggerik. En dan moet je weten dat Eggerik op dat moment een vrij belangrijke leenman en ridder van Karel de Grote is. Zelfs zo belangrijk dat hij met de zus van Karel de Grote is getrouwd. Eggerik is dus eigenlijk gewoon de zwager van Karel de Grote. Nou, ze gaan naar het kasteel van Eggerik toe en met een veel kunst en vliegwerk slagen ze erin om daar ook in te breken. Ze zijn alweer buiten als Elegast bedenkt dat hij nog even terug wil om een heel mooi zadel te stelen uit de slaapkamer van Eggerik. Als hij in de slaapkamer van Eggerik is, dan wordt Eggerik opeens wakker. En zijn vrouw wordt ook wakker, de zus van Karel de Grote dus. En die vraagt, lieve schat, waarom ben je toch zo onrustig? En na een beetje aandringen biecht Eggerik op waarom hij zo onrustig is. Hij heeft namelijk het plan bedacht om de volgende dag op de hofdag Karel de Grote te vermoorden, zodat hij zelf keizer kan worden. Nou, die zus vindt dat natuurlijk een heel slecht idee en die zegt dat moet je niet doen. Maar Eggerik is een brute man en die slaat die arme vrouw heel hard op haar gezicht. Waardoor hij een bloedneus krijgt en een beetje van dat bloed valt op de handschoen van Elegast die onder het bed verstopt zit.
hele gast die gaat naar buiten en vertelt het hele verhaal aan Karel de Grote, die natuurlijk nog steeds Adelbrecht heet. En Adelbrecht die geeft hem de goede raad om de volgende dag daarmee naar het hof te komen. Zo gezegd, zo gedaan. Op de volgende dag is dus de hofdag. Dan komen alle ridders naar het kasteel. En Eggerik wordt daar beschuldigd van verraad. Ja, dat had ik in de vorige les al gezegd. Trouw is enorm belangrijk in het rijk van Karel de Grote. In het feodale systeem, het leenstelsel dus. En ja, als Eggerik niet trouw is, dan begaat hij echt een grove misdaad. Eggerik die is brutaal en die weerspreekt al die beschuldigingen. En het komt uiteindelijk tot een duel tussen Elegast en Eggerik. Er wordt heel veel gebeden rond dat duel. En het is eigenlijk een soort godsgericht eigenlijk. Het is echt een gevecht waarbij degene die waarheid spreekt ook zal overwinnen. God die ziet van boven toe hoe alles loopt. En die zorgt er ook voor dat Elegast uiteindelijk dat duel wint. Als dank mag hij dan uiteindelijk met de zus van Karel de Grote trouwen. Want die is immers net weduwe geworden. Bovendien snapt Karel de Grote nu uiteindelijk waarom God hem die rare opdracht heeft gegeven. Het was namelijk gewoon de bedoeling dat Karel zou ontdekken dat hij de zaakjes in zijn rijk toch niet helemaal goed in orde had. En dat hij de verkeerde mensen vertrouwde. En dat hij mensen die hij wel beter had kunnen vertrouwen ooit ten onrechte heeft verbannen. Dus God stelt Karel de Grote eigenlijk in de gelegenheid om op deze beetje aparte manier orde op zaken in zijn rijk te stellen.